Floor 5. We zijn vandaag op locatie bij Anton en we hebben geruild, want ja, ik wil ook wel een keer wat anders. We zijn in Groningen en het werkt voor Interfit, dus en we gaan nu even kijken bij Anton. Anton, oude prutser, wat zijn we vandaag aan het doen? Ja, de vraag ik me al lang. Nou, ik heb dus net even letterlijk in de schoenen van Bertje mogen staan. Maar ik had geen flauw idee wat we aan het doen zijn. Dus als jij me dat nog eens even kan vertellen, wat ik had moeten doen. Ja, dat kan ik wel. Wat jij had moeten doen, ja. Nou, we zijn aan het werk voor Interfit in Groningen. Ze hebben ons gevraagd om een riool aan te sluiten. Dus we hebben vanmorgen het straatdek eraf gepakt, een riooltje aangesloten. Dus straks komt er iemand controleren van de gemeente en dan doen we het straatdek er weer op. Heel simpel, had ik ook kunnen doen. Ik bevind me vandaag tussen de mannen, maar Mark, waar staan we precies? Nou, dit is de locatie eigenlijk van de oude melkfabriek in Winschoten. Dus je ziet de pijp, die zie je erachter nog staan. Dit was eigenlijk de melkfabriek, zeg maar, die is hier weggegaan, die is hier gesaneerd. En nou hebben we eigenlijk, was er een klein stukje grond overgebleven van de gemeente, waar dat er eigenlijk niks mee gebeurde. Joey, jij bent hier vandaag aan de slag. Wat ben je precies aan het doen? Nou, we zijn hier bezig geweest. We hebben hier alle riet en alle gras hebben we hier weggehaald. Wordt het later weer mooi aangewerkt. Gaan wij grasrittenplaten leggen. Dat zijn eigenlijk kunststof bakjes die even mooi aangevuld worden met zwarte grond. Zodat je daar gewoon, ook als het nat is, nog gewoon fatsoenlijk overheen kan lopen. Oké, nou dat klinkt voor mij als een super klus. Dus werk ze vandaag. Dankjewel. Super. Top. Nou, dit was de video van deze week. Hey! Nou, we staan hier bij de...